Dus de BenQ Screenbar. Dit is dus een balkje die je op je scherm zet en het geeft licht. Maar voor wie is dit nou eigenlijk? Dat laat ik je dus nu weten in deze video. Misschien heb je wel eens gehad dat je ogen echt geïrriteerd raakten door lange sessies achter je computerscherm. Je hebt bijvoorbeeld een bureaulamp op je bureau en niet alles is gelijk verlicht en je krijgt allemaal reflecties in je scherm. BenQ wil die irritaties wat verhelpen door de screenbar. De screenbar is een handige lamp die je aan de bovenkant van je scherm kan bevestigen, zonder schroefjes en zonder tape. Het is bevestigd op je monitor zoals webcams dat tegenwoordig doen. Gewoon heel gemakkelijk, gewoon een klemmetje erop en klaar. Het geheel is gemaakt van aluminium en verbindt zich met een USB-C kabel. Hiermee heb je dus geen stopcontact nodig, wat dus echt ideaal voor vele kan wezen. De screenbar kun je ongeveer 10 graden roteren in de houder en voor de rest heb je nog een aantal functies zitten op het apparaat zelf. De functies zijn dus onder andere helderheid aanpassen, dus je kan zelf hoger en laag zetten wat je maar wil. Je kan de kleurtemperatuur aanpassen, dus heel koud of heel warm. Je kan dus automatisch dimmen, dan laat het apparaatje zelf beslissen wat hij dus doet. Je kan het aan- en uitschakelen, natuurlijk. En ja, dat is het ook wel. Maar wat doet de lamp nou precies wat traditionele lampen nou niet kunnen? Ten eerste kan je met een traditionele lamp niet je helderheid en kleurentemperatuur aanpassen. En moet je het maar mee doen met wat je krijgt. Bij de screenbar kun je dus handmatig je helderheid aanpassen. En de kleurentemperatuur kun je dus ook veranderen. Heb je geen zin om dit elke keer weer handmatig te doen, dan kun je natuurlijk gewoon de screenbar op automatisch zetten. Er zit namelijk een sensor bovenin de screenbar die op basis van je omgeving die het juiste licht weer geeft. En ik kan zeggen dat die eigenlijk altijd hartstikke keurig doet. Ik zet altijd gewoon mijn screenbar gewoon aan en de screenbar laat altijd gewoon meteen een prettig licht zien. Dus ik vind het altijd gewoon hartstikke top werken. Daarnaast bespaar je ook ruimte op je bureau en je stopcontact met de screenbar. Omdat je natuurlijk ten eerste de screenbar op je monitor bevestigt en je krijgt stroom via de USB-kabel en niet via een plug in de muur. Ook schijnt de lamp dus eigenlijk nooit op je scherm en dan krijg je dus nooit te maken met lelijke reflecties, omdat het ontwerp van de screenbar asymmetrisch is en het precies eigenlijk langs je scherm schijnt, dus nooit erop. Ook is de screenbar flikkervrij en heeft het geen blue light hazard, oftewel geen schadelijk blauw licht. Maar wat vind ik nou zelf ervan? Is dit nou echt de 99 euro waard dat het kost? Eerlijk gezegd vind ik het fijn om te hebben. Ik merk dat mijn ogen wat meer rust krijgen en dat heeft op zich ook weer een waarde op zichzelf. Maar het blijft een lamp dat alleen maar op je bureau schijnt. En voor alle gemakken die aan bod komen zou ik niet eigenlijk meer dan 50 euro voor willen uitgeven. Ook zeg ik zelf niet dat het product een must van mij is, maar ik snap best als je bijvoorbeeld veel kantoorwerk doet en continu achter het scherm zit, dat het zeker een handige tool erbij kan wezen. Oftewel, het is maar net en wat voor situatie jij jezelf bekeert. Heb jij veel licht, even licht nodig op je bureau en je kan niet ergens een lamp plaatsen, want daar heb je gewoon de ruimte niet voor. Weet je, dan is dit een super handige tool er voorbij. Zelf heb ik het aardig verlicht al in mijn kamer, dus heb ik dit misschien niet zo heel snel gauw nodig. Alhoewel ik het nog wel merk, al gebruik ik het in daglicht, dat het nog steeds prettiger aan de ogen is. Maar goed, het blijft een lamp die gewoon licht schijnt en daarvoor vind ik het gewoon veel te duur. En dat is het ook wel een beetje waar je het maar mee moet doen. Vond je de video leuk, behulpzaam en dat soort dingen, dan doe ik het duimpje omhoog. En als je natuurlijk meer wil zien van mijn kanaal, zou ik zeggen abonneer natuurlijk. En ik zie jullie wel allemaal weer in de volgende video. Heb je nog vragen over dit product? Stel ze in de reacties beneden en dan zal ik mijn best doen om ze te beantwoorden voor jou. Tot ziens!